dat heeft heel wat winnaars en winnaressen opgeleverd. We hebben ze bijna allemaal kunnen verzamelen hier bij ons. Ik zou heel graag willen beginnen met de man die vandaag de beste was bij de U17-categorie bij de jongens. Een applaus voor Nolan Huismans, dames en heren. De wedstrijd bij de meisjes U17 vandaag is gewonnen door een andere Belgische. Applaus voor Auke de Buischer. Proficiat, Auke. De winnares bij de U19 dames is een Nederlandse jonge dame geworden. Applaus voor Nienke Veenhoven. The winner of the race in the Men Under 23 category comes from Great Britain. Your applause please for Sam Watson. En dan hoop ik ook nog eventjes Elisa Balsamoor kunnen bijten krijgen op het podium. Ze is al weg, ze heeft andere verplichtingen. Dit zijn de winnaars en winnaressen van de jeugdwedstrijden, dames en heren. Ik zeg er voor de volledigheid nog even bij dat bij de U19 mannen een Italiaan won. Thomas Capra, die heeft het niet gehaald hier tot in Wevelgem. Maar dit zijn de jongens en meisjes die het wel gehaald hebben. Dit zijn de mannen en meisjes voor de jeugd. Dit zijn de mannen en meisjes die het in de toekomst waarschijnlijk ook gaan proberen te doen hier in Wevelgem. Geef ze een daverend applaus. Well done. Congratulations. Ook zij ontvangen allemaal een heel mooie trofee.